Ja. We zijn in Rena. Het is ongeveer 2 uur rijden boven Oslo, een oefenarea van het Noorse leger. De samenwerking met de Noorden is heel goed. Gastvrijheid. We hebben in de loop van de jaren hebben we natuurlijk al wel samengewerkt. Maar we liggen over het algemeen zitten we met z'n allen op dezelfde lijn. No nonsense. We weten waar we over praten met z'n allen. En de manier van samenwerking is zeer positief. Wat is er nieuw aan deze training? Dus voor ons is dat het werken onder het ijs. Kijk, in Nederland hebben we af en toe wel wat ijs, maar dan praten we over 4, 5 centimeter. En hier is het 50 tot 60 centimeter. En we zitten hier de expertise voor wat betreft het werken op ijs. Zijn de Nooren goed in. Dus wij proberen hier ons niveau omhoog te houden voor wat betreft het duiken en het werken onder ijs. We leren in ieder geval ook de veiligheidsmaatregelen, veilig werken, procedures, onze eigen procedures aanpassen, zodat wij uiteindelijk, mochten we ooit in de situatie terechtkomen in Nederland of waar dan ook op de wereld, dat we ook onder ijs onze operaties gewoon kunnen uitvoeren met de veiligheidsbepalingen die erbij horen. Doe je equipment check? Ja, we beginnen natuurlijk op de waterkant. Je equipment die wordt gecheckt. Die check je zelf nog een keer onder water. Boven is het aardig fris. Van de week hadden we zelfs min 33 volgens mij. Onder water hebben we daar niet zo heel veel last van. Want het water is toch 3 à 4 graden, dat is hetzelfde als in Nederland. Alleen op het moment dat je weer boven het water komt, ja, dan zit je dus weer in die min temperatuur. Dan is het behoorlijk fris en dan moet je ook rapido omkleden, want anders krijg je kou. Ja, je verwacht dat het zicht heel goed is hier, hè, want het schijnt over het algemeen helder water te wezen, maar dat valt nu vies tegen. Ik denk dat we een meter of 2 zicht hadden, max. Aan de kwast zitten 4 bevestigingsballen. Daaraan vastgemaakt zit een hefballon, die vullen we met lucht. Nou, die hefballon die heeft meer luchtvolume als dat de kwad weegt, dus die komt hij omhoog. En dat is zeg maar de manier waarop je hem lift. Vervolgens hebben de jongens van het Noorse bergingsteam die hebben de kwad opgehezen met het A-frame en hem op de kant gezet. Wat we ook doen hier is het uitvoeren van demolitie, dus het gebruik van springstoffen op het ijs. Dit gebruiken wij om het ijs te vernietigen en uiteindelijk te zorgen dat we er een makkelijke doorgang doorheen hebben. Dat heeft er bij deze oefening toe geleid dat we uiteindelijk een tank hebben kunnen bergen. Samen met de Nooren, Zweedse duikers en een genietank van de Noorse leger. Die hebben hem uiteindelijk nu eruit getrokken. Fire! Een hele goede en geslaagde oefening waarbij iedereen aan zijn trek is gekomen voor wat betreft het duiken en ook het werken met springstoffen en de samenwerking met de Nooren en met de Zweden.